In het derde seizoen van INDO zijn we op zoek gegaan naar de raakvlakken tussen de Indische en andere culturen in Rotterdam. Wat heb ik, een Indische Nederlander, geleerd van mijn stadsgenoten en andersom? Maar wanneer voel je je eigenlijk verbonden met je eigen cultuur? Voor de Surinaamse Caitlin is dat op Kitty Kotti, de dag dat de afschaffing van de slavernij wordt herdacht. Hey Caitlin. Hey. Hoe is het? Goed met jou? Ziet er prachtig uit. Dankjewel. Vertel, waar komt dit vandaan? Mijn tante heeft deze gemaakt. Deze is gemaakt door een vrouw uit van Redidotti, dat is een dorp in Suriname. Voor wie hem draagt en hoe je veren in de tooi zeg maar, zitten en hoe ze zijn geknipt, dat heeft allemaal bepaalde waarden. Dus een bepaalde tooi staat bijvoorbeeld voor degene die het beste jager is van het dorp. Of de PI-man of de dorpskapitein. Kitty Kotti is een dag die uitbundig gevierd wordt. In mijn cultuur kan ik maar één dag bedenken waarbij de Indische Nederlanders stilstaan bij wat vroeger gebeurd is, namelijk op 15 augustus. Dan wordt herdacht dat in Nederlands-Indië de Tweede Wereldoorlog eindigde na de capitulatie van de Japanners. Kijk je ernaar uit, elk jaar? Nou, het voelt voor mij gewoon, één dag in het jaar herinnert mij eraan dat ik een Indische Nederlander ben. En dat is goed zo. Eén dag in het jaar? Ja. Verder ben je daar niet? Verder ben ik gewoon Rotterdammer, de 364 dagen. Oké. Okay. Wat valt je nou op als jij hier loopt en je ziet de mensen? De leeftijd, gemiddeld 60, als wij niet meegerekend zijn. We zijn jonkies hier. Ja. Kom, we gaan zitten. Cause I remember my father as a sick and lonely man. And I wonder who I am. Op festival Jema El Fna dompel ik me onder in de Marokkaanse cultuur. En kwam er met Marwan achter dat Marokkanen en Indo's één grote gedeelde passie hebben. Namelijk eten. Wat bent u aan het maken? Ik ga niet praten voordat je een broodje afneemt, dat snap je wel. Hè? We gaan in zaken doen. Okay, dat is pas bestellen, hè? Dat snap je wel. Hey. Wat maakt dit typisch Marokkaans? Voornamelijk de kruiden. De kip, het zijn kippen daar, dus geen kipfilet. Dat is voorgemarineerd. Dat is voorgebakken in de oven. Er zit een hoop liefde in. Lege tent moet je niet wezen, vriend. Klopt. Oké, die kant. Ik wil je geld zien. Ik wil nog op vakantie gaan. Tempo. Naar Marokko. Thailand. Zo top. Hoe belangrijk is eten in de Marokkaanse cultuur? Dat is heel belangrijk. We houden van lekker eten, dat sowieso. Maar dat is bij iedere cultuur in principe. Ik hou zelf ook van Indonesisch eten. Daar ben ik helemaal gek op, want thuis eten we niet alleen maar tagine, couscous. Van al dat eten en praten krijg je natuurlijk honger. Marwan trakteert mij op een msmn, oftewel Marokkaanse croissant. Eet smakelijk. Ja, dankjewel. Nee, neem een hapje. Oh, lekker heb je het een beetje zoetigheid erdoor. Op dat moment, als je het ziet, vooral als je honger hebt in de Ramadan, en je ziet dat, dan zie je het alsof het... alsof het goud is, weet je, dat moment. Dan val je gewoon aan, weet je. Is dit nou echt typisch Marokkaans, dit? Heel mijn familie maakt het ook gewoon wanneer heel mijn familie bij elkaar komt. En vooral in de Ramadan. Oké, dus eten is een belangrijk deel van de Marokkaanse cultuur. Ja. Wat nog meer? Wat is nou echt typisch aan de Marokkaanse cultuur? Marokkanen houden van gezellig, familie bij elkaar. Niet persoonlijk, weet je, of niet individueel, maar echt gezamenlijk. Familie is een hele belangrijk component binnen onze koffie. Lust je een kopje thee? Ik lust wel een kopje thee, ja. Marokkaanse thee? Marokkaanse thee. Wat zit er allemaal in die thee? Er zit kruiden thee erin. Met min. Met gekookte, dan is het een hele heerlijke thee. Met kruiden Chinese thee. Nou, bottoms up. En? Zoet. Er zitten Chinese theekorrels in. Klopt. Marokkaanse munt.
bij wijze van spreken. Precies. Nederlandse suiker neem ik aan. Dus in principe heb je drie landen in één cupje. Multiculti drankje. Precies. De Kaapverdiaanse Oda neemt mij mee naar een toneelstuk over een Kaapverdiaanse held Amilcar Cabral. Waar we uiteraard goed voor de dag moeten komen. Ik vind deze koek wel mooi. Kan ik dat ook krijgen? Ja, natuurlijk. Ja. Kaal of kaal? Iets langer. Wanneer is de laatste keer dat je naar de kapper bent geweest? Vorige week. Vorige week? Ja, vorige week. Ik ga echt om de drie maanden naar een kapper of zo. Ja, maar ja, bij mij valt het ook wel op. De kabo's die ik ken, en ik ga ze niet over één kam scheren, die zien er altijd gewoon goed uit. Qua haar, qua kleding. Zijn kabo's ijdel? Ja, ik weet niet, ijdel. Ijdel heeft ook vaak een beetje een negatief tintje, maar... Nou, vind ik niet. Nou, soms wel. Maar ik vind in ieder geval dat Cavadianen doen wel hun best om gewoon er verzorgd uit te zien. Dat is wel belangrijk, weet je. Dat krijg je van thuis ook mee. Je identiteit vorm je door je helden. Maar wie zijn de helden uit de Indische cultuur? Hey, hoeveel neven en nichten wil je niet tegen? Dat zijn geen neven en nichten, dat zijn vrienden, jongen. Nee. Niet iedereen is... We zijn wel one happy family, maar... Niet iedereen is bloed. We zijn verbonden door iets groters. Amilcar Cabral. Wie geloof je als ze zeggen dat wij geen eigen Cabediaanse identiteit en cultuur hebben? Als ze zeggen dat wij Portugezen zijn? Maar niet langer. Niet langer. Niet meer. Niet meer. Wat wij willen laten zien is ook... dat het eigenlijk een heel normaal mens was. En zoals jij, dat we dat allemaal kunnen zijn, zeg maar, zo'n held. En dat is wat wij willen laten zien met de voorstelling. En wie zijn bij jullie nou de helden in de Indische cultuur? Wie, echt prominente helden? Ja, ik denk niet dat er echt iemand is zoals een Cabral in de Indische cultuur. Ik denk dat de helden... De mannen en vrouwen zijn die vanuit Nederlands-Indië hier naartoe zijn gekomen. Ja. Zonder een rode cent hier leven hebben opgebouwd. Ja. Hun kinderen zoals ik hebben kunnen studeren, hun passie kunnen volgen. Die zijn denk ik ook wel daar voorbeeld van. Dat zijn eigenlijk de helden van mij. Eigenlijk mijn ouders. Om het leven te geven wat zij nooit hebben gekregen of gehad eigenlijk. Herkenbaar. Tot slot is de Chinese cultuur iets waar veel traditie aan kleeft. Alex probeert met de drakendans een stuk van zijn cultuur te behouden. Hey, goeiedag. Hey, cool man. Wat is de betekenis van deze dans? De drakendans die brengt geluk naar de bevolking toe. Ja. Van de oudheid is de draak een symbolisch geluksteken in China. En hoe komt het dat je je zo bent gaan interesseren in de Chinese traditie? Vanwege het zoeken naar eigen roots, denk ik. En naarmate ik ouder ben geworden, volwassener ben geworden, ben ik meer gaan zoeken naar mijn eigen cultuur. Waar mijn ouders vandaan komen. Mijn ouders wonen van de oorsprong van een dorp. En daar wordt elk jaar een paar keer leeuwendans en drakendans gedaan. En ik ken het wel, maar ik heb nooit naar gezocht wat het is. En op een gegeven moment... heb ik dat gedaan. En ik wil dat levend houden, zeg maar. Ook hier in Nederland. Hoppa. Alex doet ook aan de vechtsport Kung Fu. En ik neem hem mee naar Panchak Silat, een Indische krijgskunst. In de Panchak Silat zouden ze dit vaak doen, hè? Dat is een serie beweging. Ja. En ik blijf op afstand vechten. Ja. Als het naar Boekingara gaat, in de combat, iets dergelijks. Dus ik ga jou over jou strangelen zo. Dan ga ik eigenlijk de afstand verkleinen. Ja. Dus in plaats van dat ik hier blijf, wat veiliger lijkt, ga ik juist naar je toe. Ja, ja. En wat ik doe eigenlijk, is ik ga proberen je balans te storen. Ik probeer maar ik sta wel heel dichtbij, ik sta meteen. Ik heb je meteen uit balans. Ja, ja. Nou, dekking, hè? Is Panchak. Ja.
En is kung fu nou een stuk van de culturele erfenis? Ja. In de jaren 60, jaren 50, 60 zijn er een heleboel natuurlijk naar Nederland toegekomen, sommige jaren 40 al. En ja, daar zaten best mensen bij die getraind hadden. En dat wordt vaak gecombineerd met muziek en met eten en die hele mix. Ja, dat was heel aantrekkelijk. Dus dat was ook heel populair in de jaren 70, 80. In de opkomst eigenlijk, grappig genoeg, van de kung fu films is dus ook Penchak heel populair geworden in Nederland. Shaolin Kung Fu en Wudang Kung Fu is heel erg op de benen. Als wij zulke oefeningen doen, dan draaien we ook heel erg met de bewegingen. Bijvoorbeeld Tai Chi, deze bewegingen. En dan neem je ook mee, dit noemen we de katstand, de cat stand. En nemen dan zeg maar mee. Dus voor als Ronald zeg maar een stoot geeft, ja, dan neem hij mee. En van hier dan neem hij ook ja, diezelfde hoek zeg maar eigenlijk. Wing Chun is meer heel kort. Dus als Ronald met een stoot komt, dan leg ik deze hand hier. En dan weet ik dat hij, deze heeft hij al gestoot, dan komt die ander. Dan heb ik deze. Dan blok ik twee handen. Dus dat soort bewegingen. Maar hij ziet er niet mooi uit, maar heel effectief, zeg maar. Ja, ja. Tom? Het is denk ik ook misschien welk techniek je ziet, hè. Soms heeft het overeenkomst en soms gaat het ook weer uit elkaar. Ja, ja. En bijvoorbeeld als je slaat. Ja. Ja. Dan ik deze maak. Ja. En dan vervolgens kan ik door en dan. Ja. Dus dan ga ik eigenlijk ook weer. Blijf ik ook even meer op. Dat soort bewegingen kennen we ook. Ja, staan, zijkant. Ja. Wat is nou, denk je, de toekomst van Penchak? Ik denk dat mede ook door films zoals The Raid, die de laatste tijd wel aandacht hebben gekregen, dat het weer wat meer op de kaart komt. Naamsbekendheid is altijd een probleem, hè? Hoe zorg je dat die naam op de kaart komt? De publiciteit. We zijn niet gewend eigenlijk om heel erg commercieel te denken. Ja. En dat moet je bijna wel om zeg maar succesvol te zijn tegenwoordig. Tegenwoordig, ja. Dus hoe ga je commercieel denken zonder te veel concessies te doen aan de tradities en de cultuur? Voel je je geroepen om de Bruce Lee van de Penchak te worden, Ronald? Dan vrees ik dat ik toch iets te oud ben, maar ik denk voor de nieuwe generatie, absoluut, weet je. Als je bepaalde rolmodellen hebt die dat zou kunnen brengen met enthousiasme en ook met goede baanhuisstand techniek. Ja. En wat heb ik geleerd van mijn stadsgenoten? Simpel. Als we een beetje openstaan voor elkaar, dan komen we heel wat gelijkenissen tegen. En dat is mooi. We zijn tenslotte allemaal in Nederland door omstandigheden.